We betreden de dierentuin via de hoofdingang aan de Blijdorplaan. Diergaarde Blijdorp is een van de oudste dierentuinen van Nederland. Onderweg ontmoet je dieren uit vele continenten. Dit is de roep van de Californische zeeleeuw. Zijn leefgebied ligt voor de Amerikaanse westkust. Het zijn speelse, intelligente dieren en zeer bewegelijk en daarom vaak in dierentuinen te vinden. Deze enorme roofvogel leeft voornamelijk in Oost-Siberië en de kuststreek rond de zee van Ochotsk en Japan. Zijn volledig volwassen verenkleed krijgt hij pas na 8 tot 10 jaar. Hij leeft hoofdzakelijk van visvangst. De ijsbeer komt enkel voor in en rond het Noordpoolgebied. Hij is het meest vleesetend van alle beren en leeft vooral van zeehonden. Vermoedelijk stamt hij af van bruine beren, die in een ver verleden de overstap van land naar zeeijs hebben gemaakt. Beren in gevangenschap lopen uit verveling vaak steeds hetzelfde rondje, het zogenaamde ijsberen. Het Oceanium is het waterwerelddeel van de diergaarde en werd in 2001 officieel geopend. Het enorme aquarium bevat meer dan 8 miljoen liter schoon zeewater, dat regelmatig wordt ververst. Een bijzondere bewoner van het Oceanium is de steur. Deze vis wordt in zoet water geboren, maar trekt later naar de zee. Steuren kunnen tot wel 50 jaar oud worden. Ze leven vooral in ondiepe kustwateren en trekken voor de voortplanting de rivieren op. Speciale lichteffecten moeten het onderwatergevoel opwekken. De wasbeer komt van nature voor in grote delen van Amerika en Noord-Europa. Het is een alleseter en ze gaan rustig op strooptocht in huizen, tuinen, kippenhokken enzovoort.
Dit wasberenverblijf wordt bevolkt door afdankertjes van particulieren, die tot de ontdekking waren gekomen dat wasberen toch echt niet geschikt zijn om als huisdier te worden gehouden. Met het treintje gaan we naar het oostelijk deel van de diergaarde, onder de spoorlijn door. Flamingo's hebben bijzonder lange poten en een lange hals. Ze hebben een ingenieus mechanisme in hun snavel, waarmee ze klein voedsel uit het water weten te filteren. Het geluid van de flamingo is gansachtig. De knobbel in het midden van de poot is geen knie, maar de enkel. De oude ingang van de dierentuin ligt aan de Van Aarsenlaan. Het hekwerk is ontworpen door de architect Siebold van Ravenstein. Diverse gebouwen in de tuin zijn eveneens van zijn hand, zoals de Riviera Hall, die we hierna gaan bezoeken. De Riviera Hall is gebouwd in 1939. Door het scheppen van een mediterrane sfeer kregen bezoekers het gevoel zich in een exotische omgeving te bevinden. Thans is er alleen nog maar een koffiecorner en een kinderspeeltuin. Een van de meest bedreigde kattensoorten op aarde is de amoerpanter. Zijn leefomgeving in het zuidoosten van Rusland wordt ernstig aangetast. In het wild komen er hooguit nog enkele tientallen voor. Laten we hopen dat deze fraaie dieren voor uitsterven kunnen worden behoed. Een korte wandeling brengt ons bij een heel bijzondere vogelsoort, de pelikanen. Ze vallen op door hun uiterlijk en hun grootte. Hun vleugels kunnen een spanwijdte van wel 3 meter hebben. Ze broeden in kolonies, waarbij ze veelal dicht op elkaar zitten. Meestal is dat geen probleem, maar soms ontstaat er toch ineens herrie in de tent.
Het hoofdvoedsel van de pelikanen bestaat voornamelijk uit vis, die ze met hun grote snavel gewoon uit het water opscheppen. De Mandsjoerijse kraanvogel is nogal schuw en laat zich maar heel even zien. De Komodo-varaan leeft op het gelijknamige eiland in Indonesië. Hij kan wel 3 meter lang worden en is daarmee de grootste hagedis ter wereld. De rook moet ons het idee geven dat we een moerasachtig gebied binnengaan. Hier leeft een door inlanders zeer gevreesd roofdier dat vroeger op heel Sumatra voorkwam. Tegenwoordig zijn er nog maar 400 in het wild levende exemplaren over. Veel tijgers zijn bovendien omgekomen bij de grote tsunami van december 2004, toen hun reservaat grotendeels wegspoelde. De Aziatische olifant is kleiner dan zijn Afrikaanse soortgenoot. Desondanks weegt hij toch zo'n 4000 kilo. Bij de Aziatische olifanten hebben enkel de mannetjes slagtanden. Ook zijn hun oren een stuk kleiner. De olifanten eten tot wel 150 kilo plantaardig voedsel per dag. Drinken doen ze ook veel, zo'n 120 liter per dag. Aziatische olifanten worden in het wild gemiddeld 60 jaar oud. In dierentuinen kunnen ze zelfs nog ouder worden. Via een weelderig begroeide omgeving bereiken we nu het domein van de wurgslangen of reuzenslangen. Het zijn op levende prooien jagende roofdieren en kunnen 3 tot 5 meter lang worden. Tropische streken rond de evenaar vormen wereldwijd hun leefgebied. Deze grappige bosbewoner komt voor in de regenwouden van Zuidoost-Azië. Van Myanmar tot Indonesië. De zadelvlek op het donkere lijf maakt hem minder zichtbaar in het bos. De moorgazelle is een zeldzaam dier en alleen nog te bewonderen in dierentuinen. Oorspronkelijk leefden ze in open en droge landschappen in de Sahara,
Senegal en Soedan. Ze leefden in kuddeverband en moesten veel rondtrekken om genoeg voedsel te kunnen vinden. De kuddes varieerden van 5 tot 25 stuks. De bongo is een bosbewoner die enkel voorkomt in de Afrikaanse regenwoudgordel. Het dier leeft van planten die op open plekken in het bos groeien. De soort is niet bedreigd, maar de bongo heeft wel veel natuurlijke vijanden, zoals luipaarden, hyena's en leeuwen. We passeren een groepje zebra's om dan terecht te komen bij het verblijf van de franje-apen. Deze apen danken hun naam aan de lange witte haren aan hun lichaam en de grote pluim aan hun staart. Ook deze dieren leven in de regenwouden van Midden-Afrika. Ze bewonen voornamelijk de middelste en bovenste boomlagen en bewegen zich voort met grote sprongen. Tegen het eind van ons bezoek aan Diergaarde Blijdorp krijgen we nog een mooi staaltje evenwichtskunst te zien. Dit wordt uitgevoerd door een ringstaartmakie, een apensoort die voorkomt op Madagaskar. Het zijn zeer sociale dieren die regelmatig elkaars gezelschap zoeken. Ze leven in groepen van 5 tot 30 dieren. Helaas wordt hun leefomgeving bedreigd door houtkap en stroperij. Er moet dus opgepast worden dat deze makies niet voorgoed verdwijnen. We nemen nu het treintje terug naar de westelijke uitgang. Nog lang niet alle dieren van Blijdorp zijn aan bod geweest in deze film. Mogelijk zijn ze te zien in de volgende documentaire over de Rotterdamse dierentuin.